Israël wordt Gods eerstgeboren zoon genoemd en dat is ze natuurlijk ook. Als je gaat kijken naar de leeftijd van Abraham en van Sarah, waarop de zoon van de belofte Isaac geboren wordt, het prille begin van Israël, dan is dat één groot wonder, één groot ingrijpen van God. Maar dat Israël Gods eerstgeboren zoon is, dat slaat natuurlijk nog veel meer op de relatie tussen God en, en zijn volk. Zo wil God het hebben. Hij wil de geschiedenis door met Israël als zijn zoon. En dan brengt God zijn volk naar, naar de plek waar God zelf afdaalde op aarde, naar de plek van het paradijs. En om daar te leven met God, geeft God Israël de Torah, de wet. En dan zie je dat God zich als een vader werkelijk overal bij, mee bemoeit. Hij vertelt zijn, zijn kinderen hoe ze met hem om moeten gaan, hoe ze met elkaar moeten omgaan. Maar ook hoe ze met de natuur moeten gaan, hoe ze het land bijvoorbeeld moeten bebouwen in het beloofde land. Wat ze moeten eten, wat ze volstrekt niet moeten eten. Hoe ze zich moeten kleden, hoe ze huizen moeten bouwen. En het idee daarachter is dat God zijn volk zo zal zegenen door, door zijn, door de Torah en doordat hij zich met zijn volk bemoeit, dat dat zal opvallen. Dat het zal opvallen in heel de wereld. En dat de wereld, dat de volkeren van de wereld naar de grenzen van Israël zullen gaan. En zullen zeggen tegen, de, tegen Israël, wat hebben jullie? Dat het jullie zo goed gaat, dat jullie zo welvarend zijn. Zitten jullie anders in elkaar dan wij? Hebben jullie, hè, hebben jullie andere genen dan wij? En dan zal Israël zeggen, nee, we zijn net zoals jullie. We zijn niet beter, we zijn niet slechter. Maar wij worden geleid en, en geregeerd door de levende God. Het is zoals Psalm 67 het onder woorden brengt. God, zij ons genadig en zegene ons... Hij doet zijn aanschijn bij ons lichten, opdat men op aarde uw weg kennen. Onder alle volkeren uw heil. God zegent ons, opdat alle einden der aarde u zullen kennen. Je zou kunnen zeggen dat de hele weg die God zo met Israël gaat door de geschiedenis heen ook een heleboel van God zelf laat zien. We leren zijn karakter kennen als we kijken naar hoe hij met zijn volk omgaat. En soms is dat verbazingwekkend. God, God kan, kan, kan zo ontroerd zijn als hij aan zijn kinderen denkt. Jeremia 31 zegt dat bijvoorbeeld. Elke keer als ik aan Efraïm denk, dan ontroer ik. Maar God kan ook boos zijn en teleurgesteld zijn. En dan zegt hij tegen Jeremia bijvoorbeeld: Hou, hou me op met bidden, want je kunt wel elke dag gaan staan bidden. Maar als ze toch niet luisteren, wat heeft het dan voor zin? Ik ben zo moe. Of in Amos. Zegt God, haal dat getier van jullie liederen maar weg. Denk je dat ik zit te wachten op, op psalm zingen als jullie gewoon in de praktijk van je leven anders leven? We moeten ook zeggen dat, dat het voor Israël lastig is, blijkbaar, om zo uniek in die relatie met God te staan. Het, het is veel vaker zo dat Israël jaloers is op de volkeren om haar heen, dan dat die volkeren aangesproken worden door het leven van Israël. En God, 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 God spreekt ze daarop aan. Hij stuurt profeten, God, God tuchtigt ze ook. Hij stuurt ze terug naar af, terug naar Babel, terug naar Ur in de Babylonische ballingschap. Hij, hij breekt Israël in stukken, hij verstrooit Israël zelfs. En de stammen, die, een heleboel stammen, raken we kwijt. En, en toch houdt God vast aan zijn woord, zijn liefde en zijn trouw. En zijn genade hebben het laatste woord. Prachtig wordt dat onder woorden gebracht in de profeten. Bijvoorbeeld Jezaja 54 vers 10. Bergen mogen wijken en heuvelen mogen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken. Mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw ontfermer de Heer. En dan, dan lees je in die profeten die door God gestuurd worden... Om zijn volk te waarschuwen en soms ook het oordeel over Israël uit te spreken, dan zie je dat in diezelfde profeten zich het perspectief ontvouwt van een, van een nieuwe wereld. Waarin Jeruzalem het centrum is, in alle schoonheid waar God in Jeruzalem zal wonen, waar, waar het volk van God Israël om Jeruzalem en in Jeruzalem heen woont, waarin God. Een koning van de eindtijd geeft, die zijn volk zal wijden als geen andere koning, die de verstrooide stammen van Israël zal thuis brengen en die, die, die de, de breuk in Israël, in het koninkrijk Israël zal herstellen en die zijn volk als een herder zal wijden op de bergen van Israël. En dan zie je ook dat de volkeren van de wereld zullen terugkeren en God zullen zoeken in, in Jeruzalem en uiteindelijk, uiteindelijk dan dat zelfs heel de de schepping, heel de natuur wil zal terugkeren tot de dagen van het paradijs. Een wolf en het schaap zullen samen zijn en niemand zal meer enig kwaad doen op de berg van de Heer.